In de foyer van het stadhuis was er een motiemarkt. Instanties, verenigingen, stichtingen en personen kregen de kans om zaken onder de aandacht te brengen van de raadsleden. Zo nodig kan een idee direct worden omgezet in een motie voor behandeling in de volgende raadsvergadering. De kans voor honkbalvereniging De Uitsmijters 55 om hun probleem onder de aandacht te brengen. Voorzitter Leo van Raai. Ja, de nood is hoog. Wij zijn al jaren bezig om een nieuwe accommodatie te krijgen. De gemeente heeft daar ook met ons over gesproken. Maar het ziet er nu naar uit dat op 2 juli, wanneer de perspectiefnota wordt behandeld, wij vergeten worden. Wij komen niet voor in de perspectiefnota, terwijl wij op 1 november 2016... onze accommodatie aan het Maatveld moeten verlaten. Dat zou dus betekenen dat de gemeenteraad op 2 juli... wanneer ze niet besluit om ons een nieuwe accommodatie te geven, in feite besluit om onze vereniging op te heffen. Wij heten Uitsmijters 55. Dus, en dat is 1955. Dus we bestaan dit jaar 60 jaar. En dat is natuurlijk wel toch wel een beetje cynisch wanneer de gemeenteraad juist in ons jubileumjaar ons zou vergeten. Wanneer de gemeenteraad op 2 juli niet zegt dat ze geld beschikbaar wil stellen om voor ons een nieuwe accommodatie te maken, dan zou dat, wanneer op 1 november 2016 het Maatveld wordt opgeheven, dan zou dat betekenen dat onze vereniging wordt opgeheven. Wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad dat niet wil en dat ze op 2 juli besluit om alsnog ons wat geld te geven, zodat wij in november 2016... een nieuwe accommodatie kunnen betrekken. Annie Schreijer-Pierik was te gast op de jaarlijkse haringparty van Henk Bolk. Voor de transportsector is Henk Bolk namelijk een belangrijk VVD-lobbyist. Ik kom altijd heel graag hier naartoe. Henk is een hele belangrijke ondernemer. Hij lobbyt ook vanuit de VVD in Brussel en Den Haag. Ik ben CDA'er, heb met Brussel en Den Haag te maken en we helpen elkaar. Ik ben heel veel mensen tegengekomen, heel veel afspraken weer gemaakt. Maar 3 weken geleden was ik ook bij Bolk en het had ook te maken met onze Twentse terminal. En ook wat signalen meer gekregen. Nou, dat geef je dan weer door aan de provincie en de gedeputeerden en aan de wethouders. En zo helpen we met elkaar als het toch gaat om de regio, maar met name ook om Almelo, goed op de kaart te zetten. Want in Europa gaan we ook over projecten, subsidies en werkgelegenheid. En dan moet je elkaar versterken. En dan zijn goede contacten van groot belang. Mijn appartement in Brussel is het heel goed. Mijn medewerker Sander Smit heeft ook een gedeelte van mijn appartement. Wij rijden op en neer van Brussel naar Den Haag, of van Brussel naar Twente, Twente Brussel. Maar deze maand hebben we 2 keer overal gehad dat we naar Straatsburg moeten. Maar dat hoort erbij. Er zijn een heleboel onderwerpen. Of het nu milieuwetgeving is, of volksgezondheid is, of landbouw is. Over heel veel onderwerpen mag ik spreken. Ik zit daar wel in de grootste fractie. Om maar te zeggen, vanuit Nederland is de VVD PvdA groot. In Brussel zit ik daar bij de grootste partij en is de VVD de 5e partij. Dus je kunt met elkaar een heleboel dingen doen. Ik ben nu ruim een jaar in Brussel aan de gang. Dus wat dat betreft, na een jaar weet ik echt hoe de hazen letterlijk en figuurlijk lopen. En het bevalt me heel goed. Dus blijven de lijntjes kort. En dan is het ook weer heel mooi, na nu de hele week weg te zijn geweest, vanavond thuis op de boerderij voor het huis met een glas wijn met Jan op de bank te zitten. Ook op de haringparty aanwezig Rio Klumpers, een van de organisatoren van de Almeloze Ruiterdagen. Die beginnen volgende week aan de bosrand. Dat is inderdaad aan de bosrand. En dat eerste weekend zijn de ponies, bijna 800 deelnemers. En dan de maandag beginnen we met de paarden. En dan zijn er, volgens mijn laatste informatie, 1150 paarden. De firma Bolk CTT is een belangrijke sponsor van de Almeloze Ruiterdagen. En in die relatie zijn wij door hem genodigd. Die dagen, de 26e, dan is het zover. Dan start het eerste ruiters bij ons. Ja, er is in het programma weer het een en ander veranderd. We zijn wat in de zwaardere rubrieken, 31 en 40, gegaan. En daar hebben we heel veel inschrijving op. En de dressuur is bij ons altijd een heel hot item. En dat gaat erg goed. Ja, we zijn er ook blij mee dat we dat nog steeds op onze treinen kunnen doen hier.
We krijgen daar uiteraard wat subsidie op en we zijn heel blij met wat grote sponsoren zoals de firma Bol CDT. Fantastisch. Waar komen de deelnemers vandaan? Uit heel Nederland. Dat is heel vreemd, maar ze willen, de landelijke ruiters willen gewoon bij ons zijn en die boeken meerdere dagen met hun paarden om te rijden. Maar ook zeker voor de camping of wat diverse hotels hier in de buurt. En verblijven meerdere dagen bij ons. Ja, dat klopt. Het is geweldig voor Almelo ook dit. Dank u wel. Olympisch hoop voor Almelo is Reshmi Oghink. Op de Europese Spelen in Baku kwam ze tot de kwartfinale en daarin kwam ze uit tegen de 19-jarige Iva Radoš uit Kroatië. Reshmi Oghink was als tweede gekwalificeerd voor de Europese Spelen. Ze kwam dus tot de kwartfinale. Reshmi Oghink oogde wat vermoeiend aan het begin van de wedstrijd tegenover de jonge springer in het veld uit Kroatië. En al vroeg in de wedstrijd kwamen de punten voor de Kroatische. Reshmi Oghink probeerde van alles om terug te komen in de wedstrijd, maar dat mislukte. De Kroatische liep uit, het verschil werd zelfs 4 punten. In de derde ronde probeerde Reshmi Oghink met een trap richting het hoofd van de tegenstander op gelijke hoogte te komen, maar dat mislukte. De wedstrijd eindigde in 7-3. Reshmi Oghink is daarmee uitgeschakeld op de Europese Spelen. Alle Almeloze veteranen waren uitgenodigd voor een bijeenkomst in het nieuwe stadhuis. Bij binnenkomst stond in de hal een Wall of Honor, waar iedereen een witte anjer op kon prikken met een boodschap om iets of iemand te eren. Met een Almeloze versie van de Veteranendag eert Almelo de veteranen die ergens in binnen- of buitenland zich hebben ingezet als militair. Dus u weet goed ook wat u heeft doorgemaakt en wat u nu in uw hoofd en uw hart heeft. En vanuit dat gevoel hebben we geprobeerd om deze jaarlijkse Veteranendag, de Almeloze Veteranendag, weer te organiseren. Dat heeft hij op een voortreffelijke wijze met Gerben Wolters, maar ook de werkgroep Veteranen gedaan. En daar staat een vertegenwoordiger van achter de balie. Waarvoor nu al mijn complimenten. Ik ben geweldig blij en trots dat ze dat doen. Op deze avond heb ik van Gerben Wolters van de gemeente begrepen, zijn er ongeveer 115 mensen. Dus dat zijn veteranen inclusief partners. Dit is de zesde keer. Ik moet zeggen, wij zijn als veteranen bijzonder dankbaar dat mevrouw Hermans Vloedbelt burgemeester is geworden. Want zij heeft het initiatief genomen om hier de Veteranendag te organiseren. Dus we hebben dit jaar voor de zesde keer. Ja, we hebben het een keer of 2, 3 denk ik in het Polmanstadion gedaan. En vorig jaar was het volgens mij in de oude burgerzaal van het oude gemeentehuis. En dit jaar is het voor het eerst hier. Ja, we moeten eens kijken hoe dat ons bevalt en hoe dat de veteranen bevalt. Ja. En ze mogen ook in kleine groepjes naar boven om over de hele stad te kijken? Ja, nou dat is natuurlijk een geweldig initiatief van Marcel Pullen. Die zegt van kom maar mee. Dat zie je ook eens hoe groen of Almelo is. Hè? Voor zover het nog licht is in ieder geval. Hè? De oudste veteranen over het algemeen zijn uit Nederlands-Indië. Ik heb toevallig vanavond zelf iemand opgehaald die slechte been is. Die is ver in de 90. Maar daarnaast zijn er ook mensen uit Libanon. Ik heb zelf in Libanon gezeten. Bosnië, Afghanistan. En ja, er zijn ook een aantal actief dienende veteranen. Die op dit moment dus nog dienen, actief in het leger zitten. Yeah!
wedstrijd is hier op dit moment bezig? Op dit moment is dat de heren 2 tegen de heren 1. Ze zijn allebei kampioen geworden dit jaar? Ze zijn allebei kampioen geworden en ze vonden het leuk om als afsluiter op het mixtoernooi om nog even een potje tegen elkaar te ballen. Vandaag was het mixtoernooi, basketbal. Hoe was de deelname? Het was heel erg groot, er waren heel veel mensen en het is altijd heel leuk, want de kleintjes, ouders, vriendjes, iedereen mag meedoen. Dus het was heel vol. Basketbal leeft in Almelo? Nou, het begint eigenlijk weer een beetje te leven. Het heeft al een lange tijd geweest dat we zoiets hadden van jongens, we moeten weer wat leden erbij krijgen. Maar we merken wel dat met name bij de jeugd dat er weer steeds meer kleintjes bij komen. En door middel van zo'n mixtoernooi trek je de ouders een beetje mee en gaat het weer iets meer leven. Ja, ja. Het is de wedstrijd tegen heren 1 tegen heren 2. Het verschil is groot, hè? Ja, ik denk het wel. Ik heb het nog niet gezien, maar ja, het verschil is inderdaad groot. Ja, ja. Want hoe is het op dit moment met de uitsmijters? Ja, het gaat eigenlijk wel goed met de uitsmijters. We hebben dit jaar 10 teams gehad, waarvan de 6 kampioen zijn geworden. Dus dat gaat hartstikke goed. We hebben ook voor het eerst weer echt goede instroom onderaan bij de jeugd, bij de U10 en de U12. En we hopen dat dat door blijft stromen naar boven, dat we goede aanvulling hebben. Ja. De zomer komt eraan, het seizoen ligt eigenlijk weer stil nu, hè? Ja, klopt. Dit is eigenlijk het laatste wat er gedaan wordt dit seizoen. En dan half augustus beginnen de trainingen weer en half september begint de competitie weer. Ik woon in Almelo en ik wil basketballen. Wat moet ik doen? Dan ga je naar de site. We hebben een goede website. We hebben sinds anderhalf jaar iemand die daar heel actief in is. En als je uitsmijters googelt, dan kom je op een prachtige website. Kun je aanklikken. Kun je precies zien wanneer de trainingen zijn. Telefoonnummers erbij. En dan kom je wel verder. Ja. Yeah.
ben met pensioen en ik wil met mijn levenservaring iets kunnen blijven betekenen voor een ander. Dat je echt in staat bent om contact te maken met iemand die daar behoefte aan heeft. Dus ik luister. Als vrijwilliger bij Sensor luister je naar mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of het even niet meer zien zitten en bij niemand hun verhaal kwijt kunnen of durven. Altijd anoniem via de chat, mail of telefoon. Sensor.nl/vrijwilligerswerk. Ben jij een aanpakker, een voor elkaar krijger, een voortouwnemer? Heb je de drive om iets te veranderen? Dan is ProDemos op zoek naar jou. Wij zoeken mensen die niet blijven morren over de politiek, maar actie ondernemen, een plan bedenken en het uitvoeren. Een aanjager die zich belangeloos inzet voor onze samenleving en daarmee iets bereikt. De meesterburger. Ben jij of ken jij de meesterburger van Nederland? Meld je dan aan en win de ProDemos prijs 2015.